Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zit ik weer op een andere plek. Want ik heb vandaag voor het eerst een ander soort video. En dit is een storytime video. Dat houdt in dat ik gewoon een verhaaltje ga vertellen. Vandaag ga ik het hebben over hoe ik mijn kanaal ben begonnen. Als je dit soort video's vaker wilt zien, geef me een dikke vette like of let me know beneden. Want ja, dan hoor ik het graag. Want ik heb nog nooit zo'n video gemaakt. Maar ja, ik dacht misschien is het wel leuk. Misschien wil men dit wel weten. Aangezien ik altijd super veel vragen krijg omtrent het beginnen van een kanaal en al die dingen. Dus ik dacht, ik ga gewoon vertellen hoe ik mijn kanaal ben begonnen, wie ik was voordat ik begon. En ja, dat soort dingen, want ik weet nog echt precies hoe het ging. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Sarah Marieke. Ik ben 25 jaar en ik ben 3 jaar geleden begonnen met mijn YouTube kanaal. En ik ben een beauty vlogger, geen normale vlogger. Ik maak video's omtrent make-up, beauty, kleding, al dat soort dingen. En zo nu en dan maak ik ook een normale vlog. Alleen normale vlogs zijn gewoon echt niet weggelegd voor mij. Ik focus mij vooral gewoon op beauty en make-up. Pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken en hoor mijn verhaal aan, want het is best wel grappig. Oké, zoals ik al net zei, ben ik dus 3 jaar geleden begonnen. Ik was toen volgens mij 21 of 22, één van twee, ik weet het niet meer precies. Voordat ik begon met mijn kanaal, ik had wel een Instagram, maar ik plaatste niet echt veel per se of zo. Ik was geen bekend persoon. Ik was echt volledig een nobody. Een aantal mensen kenden mij wel, omdat ik toen ook een beetje make-up en zo deed. Maar ik maakte geen andere op. En ik plaatste ook bijna niks. En ik maakte geen video's of content of wat dan ook. Ik was gewoon volledig een nobody. En ja, ik vond gewoon make-up heel leuk. Ik had toen een vriend, nu niet meer. Ik heb 4 jaar een vriend gehad. En ik weet nog dat hij mij heel vaak zei van, Sarah, maak een YouTube kanaal. Jij zou dat zo goed kunnen doen. Hij zag ook altijd hoe ik make-up en zo deed. En hij zei, begin gewoon een kanaal, maak video's of foto's en zo. En ik was altijd van, nee, dat is niks voor mij. Ik wilde ook absoluut geen fame. Ik was niet een persoon die echt zich wilde laten zien online en dat iedereen mij kende. Dat is echt absoluut niet wat ik wou. Ik moet zeggen dat nu is dat ook niet per se wat ik wil eigenlijk. Maar ja, het moet wel als je dit doet. Je wordt dan gewoon automatisch bekender. Wat hè, je krijgt abonnees en zo. Maar ik weet nog dat ik toen zei van, wat er maar een manier dat ik beauty video's kon maken. En dan zonder de bekendheid, zonder de fame. Maar ja, dat gaat gewoon niet. Dus het is het een of het ander. Dus ja, ik dacht bij mij, het is niks voor mij. Toen kwam ik op een punt, ik was klaar met school. Ik had ook geen baan. Ik was wel op zoek naar een baan, maar ik kon geen baan vinden. Want ik denk dat we all know the struggle van het vinden van een baan. Het lukte mij maar niet. Waardoor ik gewoon in huis zat en ik had niks. Ik had geen baan, ik had geen school. Ik was al klaar met school, dus ik had geen school. En ik verveelde mij gewoon een beetje. Ik had geen hobby's. Ik zat maar gewoon thuis. Wat ik wel altijd al deed toen en nou nog steeds is, ik was helemaal into de YouTube video's, make-up video's. Dus elke dag bekeek ik mijn hele abonnementenfeed op alle vrouwen op wie ik was geabonneerd en mannen. En dan ging ik gewoon elke dag iedereen af om te zien of iemand iets had geplaatst. En dan bekeek ik gewoon die video's. Een van mijn favoriete beauty vloggers nog steeds tot de dag van vandaag is Tati. Zij is echt een geweldige vrouw en ik bekeek haar video's altijd. Zij plaatste toen 5 keer in de week. Nu niet meer, maar toen wel. Dus zij bracht altijd heel veel content die ik dan kon gaan bekijken. En ik weet nog dat ik een keer in bed lag en haar video bekeek. En dat het toen gewoon in mij opkwam van, weet je wat? Ik ga gewoon video's maken. Ik ga gewoon dit ook doen. Wat zij hier doet, ga ik gewoon ook doen. En ineens, het was gewoon een rare switch in mijn hoofd. Want ik was altijd van, nee, dat ga ik niet doen. Naar ineens van, weet je wat? Misschien ga ik het gewoon doen. Who cares? Laat ik het gewoon doen. Ik heb nou toch niks. Geen school, geen baan. Ik verveelde mij. Ik dacht, laat me het gewoon proberen. Misschien is het niks, maar we will see hoe het gaat. En ja, als je iets niet probeert, dan weet je ook niet hoe het zal gaan. Mocht het mislukken, ja, nou dan mislukt het. Het is maar wat het is. Dus dat was het punt waarvan ik dacht, ik ga een YouTube kanaal beginnen. Afijn. Dit ging allemaal best wel snel. Ik ben een heel impulsief persoon. Ik doe alles heel snel. Ik praat ook heel snel. Ik doe alles gewoon heel snel. Ik ben altijd gewoon van het snel, snel, snel. Dus de next stap was, oké, hoe ga ik dit beginnen? Ik moet belichting hebben, ik moet camera hebben, ik moet make-up hebben, make-up kwasten. Want de make-up kwasten en de make-up die ik toen had, waren letterlijk bijna allemaal gewoon van de AliExpress. En ik dacht bij mijn eigen, nee, dat is verscheurd. Straks vinden mensen mij verscheurd. Dus ik moest echt een normale make-up halen. En
en make-up kwasten. Dus ik had een grote kwastenset besteld bij Morphe. Mind you, ik had toen niet veel geld, hè. Ik had bijna geen geld. Ik had toen misschien iets van 800 euro in de maand of 500 of zo. Ik weet niet. In ieder geval niet heel veel. Dus ik had helaas ook niet echt het budget om echt full force te beginnen. Maar het beetje geld die ik had, die knalde ik er gewoon helemaal in. Ik haalde een ring light, want in mijn hoofd was dat iets wat je echt moest hebben om te beginnen. Verder geen licht, alleen maar die. En toen kwam het, ik had geen camera. Ik had wel een phone, maar ik had toen een iPhone 8 volgens mij. Of 6, nee, 8, 6 of 8, ik denk 8. En ik vond die kwaliteit niet goed genoeg, want ik wilde per se een echte camera hebben. Maar ik had geen geld. Toen had ik er eentje gezien online voor 100 euro. Ik heb die besteld, maar hij was super slecht. Ja, voor 100 euro heb je ook niet echt kwaliteit. Dus hij was super slecht, je zag echt helemaal niks. Toen heb ik hem teruggestuurd. Nou, ik denk. Oké, wat moet ik nu doen? Ik kan geen video's maken nou. Dus toen heb ik online eentje gezien van 400 euro. Mind you, 400 euro is echt een hoog bedrag. Vooral toen destijds. Ik had geen 400 euro. Absoluut niet. Ik heb gewoon betaald FTP. Ik dacht, whatever, ik zie het wel. Dus ik heb besteld. En dat is nou heel leuk de vlogcamera. Waarmee ik nou de video maak nu. Die gebruik ik nou als vlogcamera. Dat was toen die 400 euro camera die ik had besteld voor mijn video's. Nou, ik heb besteld. Hij kwam binnen. Nog steeds geen idee hoe ik het zou moeten gaan betalen. Want ik had geen 400 euro. Maar ik dacht, het zal wel... Ik ga gewoon beginnen met mijn video's. En toen kwam ik op het geniale idee. Je mag je camera na 1 maand terugsturen. Dus toen kwam ik op het geniale idee. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon 1 maand lang video's maken. En dan na 1 maand stuur ik hem gewoon weer terug. En dan bestel ik het weer opnieuw. Maar dan vanuit een andere website. Dus dit heb ik gewoon zo 3 keer gedaan. Ik heb gewoon 3 maanden lang elke maand voor 400 euro de camera besteld met FTP. En weer na 1 maand teruggestuurd. Dus ja, af en toe moet je gewoon dingen finessen. Je moet gewoon doen wat je kunt doen. Ik kon het niet betalen, dus dat was mijn oplossing. Na 3 maanden, dus na dit 3 keer te hebben gedaan, kwam er ineens een hoog bedrag van iets van 800 euro, wat ik nog kreeg van whatever van iets, kwam ineens op mijn bank. En ik dacht, wauw, dit is echt een godsgeschenk. Nou kan ik hem gewoon betalen. Nou, ik heb gelijk betaald, 400 euro betaald, en toen had ik hem gewoon echt. Dus het is echt super grappig hoe ik dat toen gewoon deed, gewoon elke maand weer terugsturen. Maar goed, dat was dus de struggle van mij in het begin. Nou, in die maanden maakte ik dus gewoon mijn make-up video's. Ik had dus in het begin een hele schema gemaakt over welke video's ik wilde gaan maken. Maar toen ik dus eenmaal begon met mijn kanaal, ik heb daar helemaal niet meer echt op gelet. Ik heb gewoon gemaakt wat ik gewoon wilde maken. Dat doe ik nou ook nog steeds. Ik bekijk gewoon per week wat ik de next week ga opnemen of ga plaatsen. Dus ik ben nog steeds... zo. Ik ben niet een persoon die echt maandenlang vooruit plant. Het is gewoon echt per week. En zo was ik toen ook. En ik dacht, ja, ik plaatste gewoon video's. Ik weet nog, mijn allereerste video. Ik had die gemaakt. En toen ik het moest gaan editen, ik dacht echt, oh mijn god, ik ben zo lelijk. Echt, geloven mensen, als jij nog nooit iets hebt gedaan van een video of zo. En je dan jouw allereerste video maakt en jou weer terugziet. Je vindt je eigen vreselijk. Ik zag allemaal dingen op mijn gezicht. Ik zag mijn haar was niet mooi. Ik vond het gewoon allemaal vreselijk. En ik wilde de video gewoon niet plaatsen. Ik wilde gewoon helemaal stoppen met alles. Zo vreselijk vond ik mij. Maar ik dacht bij mijn eigen, nee. Weet je wat? Nee. Je bent gewoon goed zo. Je bent gewoon wie je bent. Je gaat gewoon plaatsen en whatever. Nou, toen heb ik gewoon die video geplaatst en ik kreeg zoveel positieve feedback. Iedereen vond het leuk. Iedereen was enthousiast. Mijn familie ook. Mijn zus, mijn moeder. Iedereen vond het leuk. Dus toen ben ik gewoon verder gegaan. Ik was toen begonnen met 3 video's in de week. En ik maakte gewoon make-up video's over whatever. Ik wilde heel graag een kanaal zijn die make-up test. Maar ik had niet echt het budget. Ik had niet de financiën om heel de tijd weer make-up in te slaan. Want in het begin, denk maar niet dat je PR krijgt. Alles moet je gewoon betalen. Dus ja, dat vond ik wel minder. Dus ik begon maar gewoon met make-up, looks en dat soort shit. Want daar hoef je niks voor te betalen. En ja, zo ben ik gewoon begonnen met mijn kanaal. En ik vond het super leuk om te doen. Even kijken. Na ongeveer 4 maanden in het begin gaat het super slow, mijn mensen. Vooral als je echt een nobody bent als ik. Ik was echt niemand. Niemand kende mij. Ik had geen Instagram, niks. Dus ik begon letterlijk met nul. Niemand kende mij. En als je echt zo begint met echt letterlijk nul. Je hebt geen enkele boost, niks. Dan is het super zwaar. Je abonnees gaan heel erg traag. En ik besteedde zoveel energie en effort aan
aan mijn kanaal, maar ik kreeg niet echt heel veel terug. Tenminste niet wat ik wou. Ik dacht echt in mijn hoofd, nou dan ga ik super hard groeien en zo. Maar dat was gewoon niet het geval. Na een half jaar ongeveer ben ik er gewoon eventjes mee gestopt. En dat is het punt die iedereen krijgt. En dat is zo'n break or make it punt. En dat is echt het punt wanneer jij gaat beslissen van oké, ga ik het doen of gaat het hem niet worden. Toen ben ik 2 maanden gestopt omdat ik had er gewoon geen zin meer in. Ik kreeg geen abonnees of ja, niet heel veel. En het kostte mij zoveel energie terwijl ik maar zo weinig terugkreeg. En toen ben ik iets van 2 of 3 maanden gestopt. En dat was het punt waarbij ik dacht, ja, dit is het gewoon niet. Dit gaat hem gewoon niet zijn voor mij. Nou, na 3 maanden ben ik toch weer begonnen. En ik ben zo blij dat ik dat toen heb gedaan. Dus mensen, weet, bijna iedereen bereikt dat punt. Maar ga door. Knal gewoon door. Dit punt bereikt echt iedereen. Vooral in het begin. Je gaat echt super traag. En je krijgt absoluut niet terug wat je zou willen terugkrijgen. Nou, na 3 maanden ben ik gewoon weer begonnen. Want ik dacht, ja, ik wil echt geen normale baan meer. Ik had toen een baan gevonden in een make-up winkel. Maar werken voor een baas, gewoon een normale baan, was echt absoluut niet weggelegd voor mij. Ik was super unhappy. Dus ik dacht, ik pak mijn kanaal weer op. En vanaf toen heb ik gewoon weer geknald. 3 video's in de week. Toen kreeg ik een kantoorbaan. Die was 40 uur in de week. Toen moest ik minderen. Toen werd het 2 video's in de week. En nou ben ik sinds een aantal maanden op het punt, sinds een half jaar volgens mij, op het punt gekomen dat ik met mijn hele kantoorbaan kon stoppen. En nou volledig fulltime dit doe. En ik plaats nou 4 video's in de week en ik vind het echt super leuk. Dus als ik nou zo terugkijk naar dat punt en in het begin en ik ben zo blij dat ik mijn kanaal ben begonnen. Dus iedereen die een kanaal wil beginnen en je twijfelt of whatever. Mensen, ik had letterlijk geen geld. Geen normale make-up. Geen normale kwasten. Geen normale camera. Ik heb echt gestruggeld in het begin. Dus als ik dat allemaal heb kunnen doen, dan kan echt iedereen dit. En ik had geen boost. Ik had geen followers op Insta of zo. Niemand kende mij. Ik was echt letterlijk een nobody. Dus als je twijfelt, doe het gewoon. Doe het gewoon. Ik heb het ook gewoon gedaan. Ik had niks. En ja, ga gewoon hard door. Ik ben nu 3 jaar verder. Ik heb nu bijna 20.000 abonnees. Het is niet wat ik wou. Ik had wel gewild dat na 3 jaar ik nou wel iets meer had gehad. Maar dat heeft iedereen wel. Iedereen heeft altijd wel iets van, had ik maar meer of whatever. Maar je moet gewoon echt happy zijn met wat je hebt. Ik doe dit gewoon helemaal in mijn uppie. Ik heb echt bijna geen collabs. Ik financier gewoon alles in mijn uppie. Ik heb nou ook mijn kwastenlijn. Ik doe alles letterlijk alleen zonder hulp, zonder een boost. En ik ben nou waar ik ben en ik ben nou op een punt dat ik dit gewoon kan doen als baan. Dus ik wil echt iedereen echt een hart onder de riem steken van doe het gewoon, whatever. En dit adviseer ik iedereen wat je ook doet. Ook al wil je geen kanaal, ook al is er een bepaalde baan die jij graag wilt. Of heb je die al, maar het gaat niet zo goed of whatever. Of je wilt een bedrijf beginnen. Wat jij ook wilt doen in life. Als jij niet happy bent, als jij gewoon unhappy bent. Ga het gewoon doen. Doe het gewoon. Take the risk. En je faalt misschien een aantal keer. Ik heb ook een aantal keer gefaald. Ik heb ook ooit een webshop gehad. Die is compleet gefaald. Die was echt na 1 jaar ben ik gestopt. Dus ja. Als je faalt, sta weer gewoon op en doe gewoon wat jou happy maakt. En maak je vooral echt niet druk om de haters. Want je zult altijd haters hebben. Er zullen altijd mensen zijn die het jou niet gunnen. En bla bla bla. Je moet hen gewoon volledig negeren. En het is ook absoluut niet zo heftig als dat je denkt. Als je je kanaal begint. Ik had het ook. Ik dacht in het begin, oh mijn god, straks heb ik superveel haten en zo. Maar dat is echt absoluut niet. Ik heb echt bijna geen haat. Iedereen is superleuk. Dus als jij gewoon een leuk, goed persoon bent, dan komt het gewoon helemaal goed. Dus ja, ik denk dat dit het zo wel was. Ben ik iets vergeten? Volgens mij niet. Ik heb altijd het gevoel dat ik iets ben vergeten. Ik hoop dat iedereen hier iets aan heeft gehad. Vergeet niet te liken en te abonneren. Want zo help je mijn kanaal echt. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg! I love jullie allemaal.